Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne? Dat was de vraag die centraal stond tijdens het raadgevend referendum gehouden op woensdag 6 april. In Tiel waren de stembureaus vroeg open en sloten om 9 uur in de avond. Gedurende de dag werd er maar mondjesmaat gestemd. Maar in de avond trok dat wel wat bij. Er werd uiteindelijk historisch laag gestemd door de Tielenaar. Van de 31.046 brachten 9.140 mensen hun stem uit. Dat komt neer op 29,4%. Voorstemden 30,8% en tegen 68,7%. Om het referendum te laten gelden moet minimaal 30% van de Nederlanders stemmen. Dat percentage is in Tiel dus net niet gehaald.